BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. 2023, ja, was een bijzonder beursjaar. Hè? Nou, het was een beter beursjaar ook dan vorig jaar. Waren alle analisten bij de aanvang van het jaar nog vrij sceptisch vanwege onzekerheid over de inflatie, de bankproblemen in de VS en dichter bij huis ook het omvallen van Credit Suisse. Lijkt inmiddels alweer ver achter ons te liggen. Maar de beurzen die zijn toch wel rustig en zeer positief. De AEX die gaat het jaar afsluiten, mits er vandaag niet iets heel geks gebeurt. Met een plus van 14%. Ja. Lezen we in het FD vandaag. Absoluut. Daar gaan we over praten, over dat toch wel uiteindelijk verrassend goede beurs. Met Nico Inberg, beursanalist bij deaandeelhouder.nl. Nico, goedemorgen. Goedemorgen, Bas en Nina. Ja, 14%. Nou, dat is een keurig rendement. Weinig te klagen. Nee, daar hebben we helemaal niks over te klagen. Het is hartstikke mooi. Hoger dan het gemiddelde van wat is het, 7-8%. Dus ja. Niks aan de hand. En we begonnen dit jaar met een wat negatief sentiment. Hè? Toen stonden we op een tweetje. Wat heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk vertrouwen kregen? He, ondanks het feit dat er toch wel wat dingen gebeurd zijn. Ja, er zijn allerlei dingen gebeurd. Maar ik denk, als je terugkijkt, niet alleen het afgelopen jaar, maar de jaren ervoor, dan is het toch met name de inflatie ontstaan vanuit corona, die ons in eerste instantie de das omdeed. De rente moest omhoog. En als je nu kijkt, afgelopen jaar, dan is de inflatie toch wel behoorlijk afgekomen. Met name ook in Europa, omdat als je een jaartje terugkijkt, bijvoorbeeld de gasprijs, die was een jaar geleden 3 keer zo hoog als nu. Mm-hmm. En als je dan bijvoorbeeld de laatste persconferentie van de Fed en de ECB in ogenschouw neemt, dan zeggen ze eigenlijk van, nou, we hebben de inflatie overwonnen. Ja. Powell heeft het altijd wel gezegd. In het begin zei hij ook al van, ja, het is tijdelijk, omdat alle mensen thuis in corona als idioten spullen gingen kopen. Nou, supply chains waren niet goed, dus dan gaat de prijs omhoog. En nu is het andersom, dus nu is de supply chain weer op orde. Ja. Mensen zijn door hun geld heen en alles wordt weer als als eerst. Als vanouds. Ja, toch. We hebben ondertussen een oorlog in Israël bijgekregen. We zien dat het Suezkanaal wat stokt nu. Dat er Houthi-rebellen met raketjes schieten op schepen. Dat zou de supply chains weer kunnen gaan wijzigen. Anderzijds, ja, China lijkt de draad weer een beetje op te pakken. En als we kijken naar ons eigen inflatieniveau, dat begint onder controle te raken, zou je kunnen zeggen. Hoewel we nog steeds in een milde recessie zitten. Als je nou alles optelt, staan alle seinen op groen voor 2024, Nico? Ja, dat is lastig, hè? Dat zou we graag willen. Ja. Nog niet helemaal. Die geopolitieke onrust is er altijd. Hè. Er is altijd wel ergens oorlog of wat dan ook. Er zijn altijd dingetjes. Dus het is altijd heel moeilijk in te schatten wat daar de exacte impact van is. Als we dat even apart zetten. Maar het gaat met name om de inflatie en de rente. Inflatie is echt een thema geweest. En de rente natuurlijk, de jaren ervoor ging heel veel geld naar de beurs. Omdat men dacht van, de rente is laag, dus er is geen alternatief. Ja. Toen kwam er een alternatief. En nu is eigenlijk de afgelopen maanden is de beurs weer omhoog gegaan, omdat men dacht van, nou, we zijn nu die inflatie hebben overwonnen. De rente die kan weer omlaag het komende jaar. En dat hebben de centrale banken nu eigenlijk ook echt gezegd. Hè, dat ze de rente weer willen gaan verlagen straks. En dat is eigenlijk wat op dit moment de beurs drijft. Ja, nou, we zien we ook nog, hè, in de markten. Ook naar de arbeidsmarkt in Europa, in Nederland, in Amerika nog steeds ongelooflijk overspannen. Anderzijds, die beurs die reageert daar niet zo gek op, maar wel op een hype als AI. En dan denk ik van, ja, wacht even, die beleggers die hebben toch een roze bril. Die denken dat ze allemaal in de Efteling zitten. Ja, dat heb je gelijk in. Dat is wel een beetje. Ja. Kijk, het gaat. Ja, de beurs overdrijft altijd omhoog en omlaag. Dus op het moment dat AI langskomt. En ik denk ook wel dat de AI of AI, zoals jij zegt, dat daar heel veel uit voortkomt. Alleen, het wordt natuurlijk een beetje overdreven, want niet iedereen gaat daarvan profiteren. Maar goed, het zijn wel. De bedrijf Nvidia bijvoorbeeld heeft daar enorm van geprofiteerd. En je ziet ook aan de omzet van Nvidia, die ging van 7 miljard in een kwartaal naar 18 miljard in een kwartaal. Dus die profiteerde echt van. Dus dat bedrijf omhoog gaat, die aandelenkoers omhoog gaat, dat is evident. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse markt, dan is ik noem een Besi, dat is de grootste stijger dit jaar, met een winst van 148%. Ja. Ja, dan moet het allemaal nog gaan gebeuren. Hè. Er wordt verwacht dat die extra orders krijgen, maar die zijn er nog niet, die orders. Maar, nee, dus zeg ik, we zijn nog een beetje in de Efteling aan het wachten op de volgende attractie. Hè. Dat is wel het verhaal. Komt die wel, die volgende attractie, maar is er nog niet. Nee, precies. Dan obligaties. Ja, met die huidige rentestanden, ja, niet zo gek, hè. Dat is lekker schuldpapier, dat keert lekker uit. En met deze rentestanden, prima. Ja, obligatiemarkt was natuurlijk, als je nou zegt, wat is het event van afgelopen jaar, dat is iedereen alweer vergeten, maar dat was eigenlijk in maart, had je dat die bankencrisis, die regionale bankencrisis. Ja.
Silicon Valley Bank, zeg je misschien. Dat is waar. Ja. Bijna vergeten. Ja, dat was de bank voor de tech-ondernemingen. Ja. En ja, die hadden heel veel toevoegs gekregen van geld van tech-ondernemingen. Die hadden in coronatijd geld over. Dat is verkeerd belegd in langlopende obligaties. Nou ja, toen ging de rente omhoog, dus die obligaties onder water. En ondertussen ging het in de tech-sector niet goed. De mensen wilden geld terug. En toen kwam van het een en ander, ze moesten een groot deel verlies nemen op die obligaties. Daarvoor moesten ze een nieuwe aandeel uitgeven. En toen ging iedereen zijn geld weghalen. En dan, ja, dan weet je bij een bank, normaal gesproken staan ze in de rij buiten om geld op te halen. Maar nu ging het via internet en die was binnen 48 uur waren ze al hun geld kwijt. En waren ze in feite failliet. Precies, ja. Nou, toen kwam de Fed en die zei van, we steunen alles, dus niks aan de hand. Nee. En uiteindelijk was er ook niks aan de hand, alleen er gingen een paar van die banken... Die viel om, die kleintjes, ja, precies. Met te veel exposure daar, dat hebben we gezien, ja. Bijna vergeten, maar goed dat je het toch even hielp herinneren. Ja. Nog even naar die grootste stijger, want je zegt al, hè, Bezi 148%, allemaal op de AI-hype, er zitten er nogal wat. Ja. Maar er zijn ook verliezers geweest, dat vind ik een hele opmerkelijke. De grootste verliezer, wie was dat ook weer? Ik dacht DSM. Ja, DSM, 4 manier. 19%. Ja, maar prachtig mooi, een technologisch bedrijf, voedingstechnologie met die Zwitserse club samen. En denk je, nou, die hebben een slagkracht, jongens, daar kan niemand meer tegenop. 20% eraf, hoe kan dat nou? Ja, dat liep even anders. Nou goed, er waren eigenlijk twee dingen aan de hand. Ten eerste, DSM doet heel veel in vitamines. Daarvan was een overschot, dus die vitamineprijzen gingen hard omlaag. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant had je die overname. En die overname van die Zwitsers, die pakte niet helemaal goed uit. Men had de indruk, wij hadden heel sterk de indruk dat ze te veel betaalden. En er was nog een soort onderzoek liep daar bij die Zwitsers. Een kartelonderzoek. En dat loopt nog steeds. Dat is nog steeds niet afgerond. Waardoor iedereen dacht van nou, wat daar aan de hand is, weet ik niet. Maar die hoge winstmarges die jongens maken, die Zwitsers, misschien is dat wel artificieel. En kunnen ze dat niet handhaven op termijn, omdat ze misschien wel bepaalde prijsafspraken maken met hun concurrenten. Dus die aandelenkoers, ja, die lag voortdurend onder druk. Ja. En recent is het wat hersteld, maar het is nog steeds geen feest daar. Nee, precies. En toch, als we terugkijken, alles bij elkaar. Nico, kunnen we één ding zeggen. Het was een mooi jaar, dat 2023. Tot ieders verrassing. Het was een fantastisch jaar. Dat wou ik zeggen. Nou, 2024 hopelijk ook. En we hopen je weer te spreken. Goed uiteinde en tot volgend jaar. Nico Inberg, beursanalist bij deaandeelhouder.nl.